Bert, trainersvisie. Afgelopen zaterdag was niet wat je had gehoopt, hè? Nee, zeker niet, Piet. We hadden sowieso winst gerekend natuurlijk en gehoopt. En ja, daarnaast hadden we het publiek ook graag meer willen bieden. En dat is beide niet gelukt. Ja. En het was net alsof je er eigenlijk nooit echt greep op kreeg, hè? Op het spelletje. Nee, het was lastig. Buiten omstandigheden die dan ook wel een rol spelen, moet ik zeggen dat VVG had het goed staan. En we wisten van tevoren wel hoe dat eruit zou gaan zien. Maar dan, als je dat weet, dan moet je daarop anticiperen. En dat hebben we te weinig gedaan. Ik vond wel de tweede helft, dan drukken ze nog verder naar achteren. En dan moet je het tempo hoog houden en ze dwingen tot fouten maken. Nou, op een gegeven moment gaat dat beter en beter. Alleen ja, net op dat moment dat je ze op de knieën wil krijgen, dan krijg je het moment dat we 0-1 achterkomen. En dat is dan net weer benzine voor zo'n groep als VVG om het nog langer vol te houden. Ik stond achter het doel van VVG, want ik dacht, nou, daar gebeurt natuurlijk het meeste. En wat mij opviel, en dat waren ook diverse supporters naast mij, dat was dat DVS juist daar waar VVG zo sterk is, in het centrum, in de verdediging, dat daar veel ballen erin gepompt werden. Dat vonden we een beetje vreemd. Ja, dat vonden we allemaal. Dus dat heb je goed gezien. Ja, dat vond jij dus ook. En dat neem je dus je spelers kennelijk ook kwalijk. Nou ja, het lijkt me duidelijk dat daar niet de oplossing lag. En daar lag wel een oplossing, maar niet op de manier waarop wij hem gebruikten. Het was de bedoeling om via de zijkanten goed door te komen. En dan uiteraard onze spits in stelling brengen voor de goal. Maar dan moet je niet al te snel de oplossing zoeken bij je spitsen. Want die staan dan vast en vol in de dekking op de spelers van VVG. Dus dat was zeker niet de bedoeling. Heb je nou ook echt waardering voor de manier waarop VVOG DVS nu al voor de tweede keer, ik mag wel zeggen bijna voor de derde keer wel, vanaf verleden jaar, verleden seizoen juni, ons toch eigenlijk een klein beetje de basis? Nou, ik vind niet dat ze ons de baas waren, want daarvoor moet je ook meer brengen als tegenstander zijn. Kijk, ze konden nu tegenhouden, ze konden in de wedstrijd blijven. Maar ze zijn verder niet op onze helft geweest waarvan ik zeg, nou, daar werden we heel angstig van. Tweede helft natuurlijk, heel even dat momentje, maar verder niet. Kijk, ze hebben alle kracht gestopt in het tegenhouden. En dat is een hartstikke prima manier, ook zeker in de situatie waarin hun zitten, om het op die manier te doen. En er is ook bijna geen andere manier om ons dan af te stoppen. Dus kijk, op het moment dat zij het op dezelfde manier als Hoek hadden gedaan, dan waren ze in die valkuil getrapt, waar Hoek wel eens in getrapt. Nou, Vog kiest ervoor om dit te doen en dat lijkt me heel legitiem. Heb je met je spelers de boel al goed geanalyseerd? Nee, ik had gisteren wat andere bezigheden helaas in het Utrechtse. Dus we hebben daar nog geen aandacht aan kunnen besteden, maar dat gaan we vanavond doen. Dat gaan we vanavond doen. Ik hoop dat ze hun hand ook in eigen boezem steken een beetje. Ja, als ik deze groep ken, gaat dat zeker gebeuren. En geloof mij, maar er staat zaterdag weer een DVS 33, zoals we het graag zien. Dat zal heel erg nodig zijn, want ik heb de eerste reactie van Robert de Ruiter al gelezen. Hij kwam gelijk in het weekend met DVS 33. Ja, maar wat moet hij anders zeggen natuurlijk? Dat duel de vorige keer was absurd. Ook voor hem als trainer natuurlijk zeer vervelend om mee te maken. En dat wil hij niet nog een keer meemaken. Gaat ook niet gebeuren, want Liss is sterk gegroeid in de competitie. En nee, dat was een eenmalig iets. Bij ons lukte die dag waarschijnlijk alles en bij hun helemaal niets. En één keer in zoveel tijd hebben we wel eens zo'n duel. Ja, heb je de indruk dat Liss ook in de sterkste opstelling kan aanvangen zaterdag? Ja, lijkt me wel. Daar gaan we wel vanuit. En we gaan ook ons voorbereiden op de omstandigheden. Want die zijn natuurlijk totaal anders daar met het voetbal op gras. Dat zal betekenen dat het tempo wat lager komt te liggen. Veel duels, dus daar moet je goed op instellen. Tot nog toe heeft DVS 33 weinig succes gehad in Lisse. Ja, dat klopt. Maar ook dat moment komt steeds dichterbij dat je het wel in orde doet. Dus laten we daar maar vanuit gaan.